Suriname en India hebben vele gelijkenissen en kunnen veel meer samen bereiken. Dit stelde de ambassadeur van India, Subhash Prasad Gupta, vanmorgen bij een kennismakingsbezoek met de media op de Indiaanse ambassade aan de Dr. Sofie Redmondstraat. De diplomaat geeft aan dat er gewerkt moet worden aan de band tussen de twee landen. It's a very happy to note that a quarter plus Indian diaspora is in Suriname, and now they are very well integrated in Surinamese society and Surinamese culture. And that's I believe a biggest advantage for us to further build on the relationship and diversify our relationship with Suriname. Gupta vindt dat de economische banden met Suriname ook versterkt moeten worden. Hij gelooft dat er op het gebied van technologie veel kennis uitgewisseld kan worden. Technologies are there, so information technology, the financial technology, as well as the climate resilience technology. So these are the new areas where we are collaborating and we are further deepening our engagements. Apart from these, we have a very robust relations in terms of the development partnership. India has already carried out lots of projects in Suriname. Some projects are still under implementation. Some futuristic projects are also in the pipeline. So these are the basic components of our relationship. De ambassadeur heeft zijn geloofsbrieven maandag overhandigd aan president Chandrika Prasad Santokhi.